Wij hebben in 2015 meegedaan aan de Techniek TV. Ook gewonnen. De reden dat wij meededen was omdat we wilden kijken waar stonden we nou eigenlijk. Wat kunnen wij nog verbeteren aan ons techniekonderwijs. En Techniektalent kon daar ons bij helpen. Ja, tot ons groot geluk waren we al veel verder dan dat we dachten. En hebben we destijds ook de trofee dus gewonnen. Sinds het winnen van de trofee zijn wij kritisch wezen kijken naar ons onderwijs. Daarbij proberen we ons dagelijks onderwijs te verweven met wetenschap en techniek. Daarbij speelt onderzoekend en ontwerpend leren ook een hele grote rol. En het belangrijkste voor ons is de betrokkenheid van de ouders. Die ouders die geven de sleutel en die bouwen dan voor ons bijvoorbeeld ons wetenschap en technieklab. Voor in de toekomst hebben we het op de planning dat we onszelf moeten blijven uitdagen. Kinderen ook moeten blijven uitdagen, want geen dag mag hetzelfde zijn. En daarbij is het belangrijk dat we ons wetenschap en techniekonderwijs ook gaan borgen. Want wat gebeurt er als een van ons weggaat? Dan is wel de bedoeling dan, dat nieuwe leerkrachten dit kunnen voortzetten. Mijn advies aan andere scholen die willen beginnen met wetenschap en techniekonderwijs is begin gewoon. Maak fouten, daar leren we het meeste van. Dat zeggen we ook tenslotte tegen onze kinderen. Probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden. Haal andere scholen, andere expertise of een techniekcoach in huis. En probeer zo door te groeien.